zeeuwen van boven de 40 zullen het zich nog wel herinneren. En misschien ook wel geweest zijn in de jaren 70 van de vorige eeuw met een familieuitje of een kinderfeestje. Dolfie Rodam, een dolfinarium in Scharendijken. Met op het hoogtepunt zo'n 150.000 bezoekers per jaar. En hier aan de rand van dit water lag het. Het was gebouwd op een Rijnaak de Yama van 100 meter lang. Met twee tribuneschepen. En in het bassin van de Rijnaak, daar is dus zeg maar een tweede huid gemaakt om daar een showbassin van te maken. En dat was 25 meter lang, 9,75 meter breed en 3,50 meter diep. We hadden dus 9 artiesten, te weten de Patagonische zeeleeuwen Marco en Dico, de zeebeertjes Bontje, Poefje en Beertje en de artiesten natuurlijk, de top, de vierde dolfijnen, Dolf, Marleen, Doortje en Jules. En die verzorgden de show 6 keer per dag. En die zwommen dan gewoon hier zo in dit water? Dus in het ruim was dus kunstmatig zeewater gemaakt. Want je hebt natuurlijk, het zijn natuurlijk zoogdieren en ze moeten natuurlijk in zout water zwemmen. Kijk, dit is dus de locatie waar we nu staan. Hier recht tegenover bij het steiger, daar lag het dolfinarium. Met een loopbrug en aan weerszijde een tribuneschip waar 500 mensen konden plaatsnemen. Dus per show hadden we 1000 bezoekers. In 1970 was de communicatie C70 een tentoonstelling in Rotterdam ter gelegenheid van het 25-jarig bevrijdingsfeest na de Tweede Wereldoorlog van Rotterdam en de wederopbouw van Rotterdam. En dat wilden ze groot vieren. En toen is er een dolfinarium gebouwd. Maar na 3 jaar moesten we daar weg. Toen zijn we gaan zoeken en zoeken en met lobbyen zijn we terechtgekomen hier in de haven, de oude werkhaven van Rijkswaterstaat. En het is Dolfie Rodam gebleven, omdat het in Rotterdam was de combinatie van dolfijnen en Rotterdam. Ja? Dat hebben we aangehouden, want die naam die bekte lekker en iedereen nam dat over. De schepen die waren dus 100 jaar oud en aan vervanging toe. En we kregen dus te weinig medewerking om aan de wal te bouwen. En ja, toen moesten we vertrekken. En toen zijn we naar Stijn gegaan in Zuid-Limburg, Steinerbos. En daar zijn we toen gaan draaien. Kijk je er nog met weemoed op terug? Jawel, dat zijn natuurlijk 11 jaar van mijn leven geweest. Dat is niet niks. Onze Perry die was 4 jaar en die gooide gewoon in het bassin. En dan kwam Doortje, die was helemaal gek van Per. En die tilde hem op en dan werd hij de lucht ingegooid. En hij krijst, hij vond het fantastisch leuk. Je mist het wel, maar het is voorbij. Helaas, het is voorbij.